twee nieuwelingen op het gebied van een WK rijden in eigen land. Allebei eerstejaars junior. Pim heeft een heel seizoen gewoon echt goed gereden. De spanning is natuurlijk ook voor jullie allebei een beetje aanwezig. Wat denken jullie van dit WK in eigen land? Het is natuurlijk super mooi dat je een EK in, in je eigen land kan rijden. En als het dan ook nog zo nat parcours is en technisch heel zwaar. Dat is super als eerstejaars junior om je eerste WK te rijden in eigen land. Luc, ja, jij bent toch iemand die zeker bij nieuwelingen altijd scoorde. Ook in het mountainbiken. Voor nu is het ietsje minder, maar ook voor jou is het gevoel van een WK in eigen land bijna niet te beschrijven. Ja, dit seizoen is eigenlijk een beetje met tegenslagen geweest. En om dan het WK in eigen land te rijden met eigenlijk best wel veel supporters die komen, is eigenlijk superleuk om meteen het eerste WK in eigen land te doen. Ja, een stukje gezonde spanning zit er voor jullie allebei in. De gezonde spanning die gaat morgen vroeg naar een hoogtepunt stijgen. Wat verwachten jullie allebei van jullie eigen wedstrijd? De spanning is natuurlijk wel redelijk hoog. Ik heb nu nog niet echt het gevoel dat het WK is. Maar ik denk als we morgen aan de stad staan en al die koeienbellen horen en zo, dan is het wel een besef dat het WK is. Ik zou het niet weten. De conditie is wel weer redelijk goed naar Hoge Heide. En dat was een vijfde plek. En ik denk dat top vijfde wel in zit. Ja, ik denk dat ik eerst vooral de start moet doorkomen. Omdat ik een beetje ver achterin sta met de start. Maar ik denk dat het zeker wel door de supporters en alle mensen die hier komen kijken, dat het wel een hele boost gaat geven. En dat ik daardoor wel een stuk harder kan rijden dan normaal. Pim en Luc, wij wensen jullie heel veel succes morgen. We hopen eigenlijk voor allebei van jullie dat je op het podium staat. Maar aan het eind van de wedstrijd weten we hoe jullie het gedaan hebben. Bedankt voor dit interview en tot morgen. Dankjewel. Ja, bedankt.